Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Marco Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. En ik wil eigenlijk zeggen, ik ga jullie meenemen naar Groningen, maar dat moet ik helemaal niet meer zeggen. Want daar ben ik al, kijk. Leuk. Ik ben in Groningen omdat op eerste instantie denk je misschien, Marco, wat ga je nou weer vloggen, er is hier niks. Dat heb je verkeerd, want ik ga namelijk kijken bij, ik mag alvast een kijkje nemen bij de repetities van Hollands Hoop. En jullie mogen zelf mee. Ik mag nog niet alles filmen, dus ik ga kijken wat ik wel kan filmen. Ik ga echt een soort sneak peek, fly on the wall. Ja, je ziet wat je gaat zien. Maar ik neem jullie gezellig mee en ik ben net geparkeerd. We beginnen in het weiland en ik ga even naar de boerderij lopen waar het allemaal plaatsvindt. Dus kijk gezellig met mij mee. Ja, ik loop hier nu bij de parkeerplaats, het weiland. Want ik ga dus kijken bij de repetities van Hollands Hoop. Dat kennen jullie misschien van de televisieserie. Die is uitgezonden op de NPO. Ik ben begonnen, de eerste aflevering. En ik ga proberen de serie af te kijken. Het zijn 3 seizoenen. Voordat ik volgende week hier weer terug ben. Om de voorstelling ook echt te gaan zien. Dan is de première. En daar heb ik heel veel zin in. Maar vandaag is het echt al een kleine sneak peek. Jullie hebben misschien al het gesprek kunnen horen met Megan de Kruijf. Die vind je ook op de website De Cultuurvlogger. En via al je podcast apps onder Wat kijk je nou? Dan heb ik een heel tof gesprek met Megan. Ja, dus ik ga nu alvast een sneak peek krijgen van de repetitie. Ik ben heel benieuwd, want het verhaal gaat dus soort van verder, maar ook niet helemaal. Na die serie, want het is wel zo geschreven dat je hierheen kan als je de serie niet hebt gezien. Maar het is Megan zijn de podcast. Het is extra leuk als je de serie wel ziet. Daarom ga ik proberen om hem af te kijken. Ja, dan loop je hier zo op het Groningse platteland. Volgens mij ben ik daar nog nooit geweest. Maar ik moet zeggen, ik begin heel vaak mijn vlogs met ik ben er nog nooit geweest. En dat is eigenlijk ook wel leuk, want dat laat ook wel zien hoe eindeloos dingen er te ontdekken zijn in ja, in Nederland. Eigenlijk, ja, zo simpel is het. Want er is, ja, het speelt zich dus af op een boerderij. Het begin van de serie is zo. Er is een arts en die krijgt een burn-out. En die erft dan, die zit dan thuis. En op een gegeven moment erft hij een boerderij van zijn oom. Opa, oom. En nou, dat blijkt dus een hele drugsboerderij te zijn. En hij raakt er helemaal in verzaakt. Nou vindt dit toneelstuk dus plaats op de boerderij uit die serie. Dus de actual boerderij uit de serie waar ik dus nu heen ga lopen. Helemaal leuk. Want hoe leuk is het om bij decor in je... om naar het decor van je favoriete serie te gaan. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga er nu heen lopen. En, leuk. Het is trouwens prachtig mooi weer. Ik heb me thuis ingesmeerd. Ik dacht dat ik het in mijn tas had gedaan om het mee te nemen. Heb ik niet gedaan. Dus ik hoop, als ik het een beetje voorbrandde, dat ik zo meteen misschien nog wat... hoe noemen we dit? Smeersel mag lenen. Dat hebben ze hier vast wel. En anders zien we het wel op de vecht. Maar goed, ik ga er even heen lopen en dan zien we vanzelf wat we zien. Ja, dus dan kom je hier over de oprijlaan lopen. Kom je aanlopen en dan het eerste wat je hier ziet zijn... Nou ja, de toiletten. Ook belangrijk dat dat betekent. Maar dan zie je deze tent hier, zeg maar, achter mij. En daar kan je voorafgaand aan de voorstelling wat gaan eten. Een diner plannen. Heel leuk natuurlijk ook te doen, helemaal onder de tent. Maar ook als je dat niet doet, kan je daar dan zo meteen wat drinken van tevoren. En kan je gewoon even plassen, even aankomen, even landen. En hier achter me zie je de schuren. Schuren van de boerderij. Daar binnen zit de... visagie, de kleding, de props. Die zijn daar allemaal nu bezig voor de repetities.
En aan de achterkant is de repetitie gaande, maar is zometeen ook de voorsling te zien. En die bereik je niet door om de boerderij heen te lopen. Nee, dat zou veel te saai zijn natuurlijk, want dan maak je niet optimaal gebruik van de omgeving. En omdat deze voorstelling natuurlijk draait om wiet, net zoals in de serie, dachten ze, het is leuk om even langs de wietvelden te lopen. Denk je, Marco, wat zeg je nou? Nee, inderdaad. Dus je kan door het maïsveld, door het wietveld, kan jij gewoon langs de iconische boerderij Hollands Hoop, ik zal het zo laten zien, naar de voorstelling. Dus zometeen, u neemt achter mij één maïsveld. En daar is een route uitgestippeld voor de mensen. Die ga je volgen. Dat is helemaal leuk. Dat is om de sfeer te proeven. Ja, het is natuurlijk, hoe laat begint de voorstelling? Om 8:30. Ja, dan is het al een beetje schemerig. En dan, er zitten zometeen 1030 mensen op de tribune. Ik bedoel, als jullie allemaal komen en het elke keer uitverkocht is. Maar die mensen zitten dus allemaal op de tribune. En dan kom je via deze gezellige route ook uit bij die tribune. Die ze nog aan het uithakken zijn. Ga even langs, dankjewel. En het is natuurlijk helemaal leuk. ik moet zeggen, dit is echt een hele experience. Je hoeft uiteraard verder niet bang te zijn dat er wat gaat gebeuren. Ik kreeg namelijk soort meteen horror scenario associaties. Maar dat is hier niet gaande. Dit is gewoon heel leuk. En hoe... Ja, ik geloof dat dit echt een beetje het thema van het jaar is. Maar... sorry. Ik geloof dat dit een beetje het thema is van dit jaar in de vlogs. Locatietheater. En hoe je dat kan gebruiken. Nou goed, dan kom je dus hier uit het maïsveld. En dan hier heb je eventjes je fotomoment voor die iconische boerderij. Die je waarschijnlijk allemaal kennen. Uit de serie Hollands Hoop. Kan je een fotomomentje pakken. Nou, dan loop je uiteindelijk gewoon door. Gezellig. Hier. Nou, dan kom je uiteindelijk, wat ik net zei, langs die wietplanten. Hier. Dan zeg ik, Marco, wat? Het zijn ze echt. Het zijn wel degene zonder... Nou ben ik geen plantenkenner, maar je hebt mannetjes en vrouwtjes. En de ene is met die wietbolletjes waar ze ook wiet van maken, die andere niet. Dit zijn die zonder, maar goed. Het gaat om het idee. En dan uiteindelijk kom je uit bij deze enorme tribune. Ik zei het net al, er kunnen 1030 mensen op. Dus dat is echt wel een flink theater. En dat hebben ze even casual hier neergezet. Bij de boerderij. We gaan de overgang even proberen. Nou, en dan starten deze tribune. Gaan lopen in deze oude boerderij, want hier staan natuurlijk altijd alle spullen. Hier staan de visagie, is hier de make-up, de props, nou ja, noem het allemaal maar op. Dat is allemaal hier. Maar ik ben natuurlijk de cultuurvlogger en ik ben hier bij de repetitie natuurlijk een beetje behind the scenes. Dus ik kan jullie wel een beetje behind the scenes geven. Nou, hier zien jullie alle trommels met techniek, kabels, zenders heb je natuurlijk ook, props. En het is allemaal hier te schuren. Hier is dan, kijk, hier loop je dan als je naar links gaat. Achter. Echt backstage. Dus dit is de boerderij. En dan hier heb je het podium, zeg maar. Dus daar zie je de tribune verder. En hier loop je dan de boerderij in. En dit is echt de boerderij
waar de serie dus gefilmd is. Nou zullen een aantal van jullie misschien denken, hé, ik heb die serie gekeken, ik ken nog ruimtes. Maar ja, het is dus gewoon echt een hele oude boerderij. Ik weet niet, hier is het is vooral heel, ik weet niet of je het goed ziet, maar schots en scheef. Of helemaal hier schuin af. Maar het interieur, je kan wel zien hoe tof deze boerderij vroeger was. Kijk hier de tegels. Prachtig. Mooi. En dan gaat het hier over. En hier zie je dus eigenlijk dat Hollands Hoop van binnen. Dus je ziet hem waarschijnlijk in de spiegelbeeld nu. Maar hier zie je dus binnen de boerderij. Eigenlijk, dat is heel... Ja, ik vind het heel cool om te zien. Hier heb je... het zijn al de belichting hier aan het klaarzetten. Want de voorstelling is natuurlijk 's avonds. Dus dan wil je wel dat de boerderij van binnen tof uit is verlicht. Maar dit waren vroeger twee slaapkamertjes. Ja, en wellicht herkennen jullie deze ruimtes. Een hele donkere slaapkamer hier. Maar wellicht herkennen jullie wat kamers vanuit de... vanuit de serie, ja. Eigenlijk. Dus dat is heel cool. Ja, en ik zag net al wat soort pyrotechnics, dus wat vlammen. Ja, als ik via zo loop, dan loop ik zo het podium op. Maar misschien kan ik dat even laten zien. Dat huisje. Ik kan niet in beeld lopen, want ze zijn gewoon bezig. Maar... Even kijken, ik zal jullie even omdraaien. Kijk, zien jullie dit huisje hier? Dit huisje met die hooibalen. Daar komen dus zometeen het 27-koppig orkest in zitten. Want tijdens deze voorstelling van Hollands Hoop wordt gebruik gemaakt van live muziek. Dus er wordt ook in gezongen. Het is een muziektheatervoorstelling. Dat is net iets anders dan... een musical. Ja, er wordt dus niet in gedanst. Dus het is niet dat ze opeens allemaal zo, oh, leuk, even musical. De muziek is echt, ik hoor net, ze zijn aan het repeteren. Het klinkt echt heel tof. Maar er is dus een 27-koppig orkest aan het spelen live tijdens de voorstellingen. En er wordt dus in gezongen, maar ook de acteurs. Ik zag net een aantal stukjes. Heel tof. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van heel veel figuranten hier uit de regio. Dus acteurs uit de regio, mensen uit de regio. Dus je hebt de professionele cast. En nog een hele groep mensen omheen. Nou moet ik sowieso zeggen, als je ziet hoeveel auto's hier zijn. Hoeveel mensen hier zijn met de kostuums, met de muziek, met techniek, met props. Noem het allemaal maar op. Dan is het echt een heel groot spektakel. En je ziet ook hier hoe hoog die tribune buiten de boven het maïsveld uitsteekt. En het is voor de acteurs trouwens ook echt wel afzien. Want ze zijn natuurlijk dagenlang aan het repeteren in dit... Ja, het is natuurlijk prachtig weer, maar het is heel warm. En ik merk zelf, als ik eventjes op de tribune zit en meekijk, dat ik het zo snel warm krijg. Dus dat is echt wel... gewoon intens eigenlijk. Ja, ik kan niet anders zeggen. En wat misschien ook interessant is, ik noemde het al eerder, je kan hier dus een diner voorafgaand aan de voorstelling eten. Dat moet je van tevoren bijkopen, want er is plek voor maar 50 mensen iedere avond. Ik denk dat we vrij snel doorgaan met de oorlogsscène. Dus dan kan iedereen inderdaad, ik zie Tjaart Mik al helemaal klaarstaan. Joost en Janne mogen naar de huis. Maar per week... is er dus ruimte, per avond is er ruimte voor 50 mensen. En elke week wisselt het, want het wordt geregeld door een lokale cateraar. Dat diner kost inclusief drinken €35. Dus ik wil niet zeggen dat het valt mee, want ik kan niet in de portemonnee kijken. Maar ik vind het een oké prijs. Maar die moet je dus loskopen van de kaartjes. Als je dat interessant vindt, boek het bij je kaartje. En dan ga ik nu gewoon weer even kijken wat ze aan het doen zijn hier. Bij de repetities misschien vinden ze het wel... het is in ieder geval heel warm. Maar ik ga gewoon even kijken. Ik ga...
Tijdje op de tribune gezeten. En dan doen ze ja, één scène natuurlijk opnieuw en opnieuw en opnieuw en de tekst wordt opnieuw en ja, ik wil niet te veel verklappen, maar goed. Er zijn ook pyro mensen aanwezig. Ik zei toch dat het een spektakel was. Maar goed. Ik denk dat jullie best wel een goede impressie hebben gehad van wat hier allemaal te gebeuren staat. En hoe groot het is. Want jullie zien het is ook de afstanden die ik afleg. Maar ik denk gewoon echt dat dit, ja, dat het woord spektakel hier echt niet misstaat. Ja, ik kijk gewoon uit. Ik ben bij de première weer aanwezig. En dan daarna lezen jullie vanzelf wat ik echt, nou niet wat ik echt vond, maar wat ik van de première van het volledige ding vond. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je ook naar Hollands Hoop komt van Zuurmerbühne. Er zijn al wat voorstellingen uitverkocht op het moment dat ik dit opneem. Dus als je dit ziet, schiet op, zou ik zeggen. Ja. En ik zou zeggen, laat even weten als je bent geweest. Laat weten als je bent geweest. Laat weten wat je vond. Laat weten als je kaartjes hebt gekocht. En ja, ik ben vooral benieuwd. En of je de serie ook hebt gezien. Laat me dat ook even weten. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gehad. Volg vooral de cultuurvlog om te kijken. Om uit te kijken naar de recensie. En dan ja, zie ik jullie weer. In de volgende vlog. Tot dan. Thank you.